Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Mijn allereerste zitvideo vanaf mijn nieuwe appartement in Amsterdam. Voor degenen die het gemist hebben, ik ben verhuisd en alles daarover zie je in mijn weekvlogs. In ieder geval, vandaag gaan we het daar helemaal niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over lipsticks. Een tijdje geleden heb ik echt een heleboel mooie lipsticks van L'Oréal gekregen. En ik ben ze eigenlijk een beetje vergeten. Dit is hoe ze eruit zien. Verpakking is super mooi. Ik zal ze zo meteen van dichterbij laten zien. Maar verpakking is super mooi. Ze zijn mat, ze zijn nude en ze zijn gewoon super mooi. Ik heb ze eigenlijk nog helemaal niet uitgeprobeerd. Vandaag zal dan ook de eerste keer zijn dat ik ze ga swatchen. Anyways, heb je er zin in? Blijf dan gezellig even kijken. En wij gaan snel beginnen. Als allereerste, dit vind ik echt een mega leuke verpakking. Ja, gewoon heel soft en pinky en nude uit. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk. Verder zijn de kleuren dus nude. Dit is toevallig de eerste kleur die ik heb. Ik heb ze allemaal op volgorde. Dus als het goed is, gaan we van licht naar donker. Ja, L'Oréal lipsticks kan je ook heel erg goed herkennen aan hun geur. Het ruikt altijd hetzelfde. Je moet ervan houden. Oké, we gaan de eerste lipstick opdoen. En dit is de lichtste kleur als het goed is. En dit zijn dus hele matte lipsticks. Ze zeggen zelfs dat ze super mat zijn. Dus ik ben benieuwd. Zo. Oké. Ik ga er niet op letten hoe ik het erop ga doen. Het gaat even om de kleur. Goed. De allereerste kleur vind ik echt verbazingwekkend mooi. Want normaal gesproken vind ik de lichtste kleuren uit een lijn altijd een beetje lelijk. Dan vind ik ze te licht voor mij. Maar deze vind ik echt, echt heel erg mooi. Het fijne aan deze lipsticks is natuurlijk dat ze wel mat zijn, maar ze drogen niet op. En ze zijn dus ook niet uitdrogend voor je lippen. Wat ik persoonlijk heel erg fijn vind, vooral nu in de wintermaanden. Mijn lippen zijn altijd zo ongelooflijk droog. Maar goed, deze kleur is in ieder geval helemaal goedgekeurd. En die ga ik zeker weten vaker dragen. Goed, we gaan naar de volgende kleur. En deze... Oh, ik vind het dan zo anders lijken ineens. Als ik dit zo zie, de achterkant, dan denk ik, wow, dit wordt echt babyroze, super licht. En het valt op zich wel mee, waar ik wel blij mee ben. Dit is echt bijna precies de kleur van mijn lippen. Deze is denk ik net één tikkeltje lichter dan de ander. Dus ik ga ze heel even swatchen. Ik heb het gevoel dat ze echt totaal niet van elkaar verschillen. Oké, deze kleur is de kleur die ik nu op heb. En deze had ik als eerste op. Nou, je moet wel heel goed kijken hoor. Ik denk dat deze net één klein tikkeltje meer roze is dan de ander. De andere is iets meer warm of zo. Next one. En dit is echt een hele mooie, coole kleur. Ik denk niet dat het mij zal staan. Ik ben zelf namelijk wat van de warmere tinten. Ik heb het zo lelijk aangebracht. Dat is echt niet normaal. Nou, op zich, ik vind hem niet storend. Ik vind hem niet te cool of zo. Ik zou deze ook wel echt dragen. Ik vind het ook echt een mooie kleur. Maar dit heeft echt overduidelijk een coole ondertoon. Oké, we gaan naar de volgende. En dit ziet er echt heel erg mooi uit. Ik vind dit niet echt meer een nude. Tenminste voor mij niet. Dus er zitten drie lichte kleuren in. En dan wordt het al aanzienlijk donkerder. De lijn is natuurlijk ook bedoeld voor verschillende huidstypen. En ook verschillende huidondertonen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Maar weet wel dat je dus per kleur best weinig keus hebt, om het zo maar te zeggen. Zo is deze kleur voor mij echt allang geen nude meer. Ik vind hem wel heel erg mooi. Deze zal ik zeker weten dragen. Dit is echt een hele mooie herfstige kleur. Ik zou dit wel gewoon overdag dragen. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. En ik denk ook dat deze mooi zal staan met verschillende huidskleuren. Donkerder of lichter maakt op zich niet zoveel uit. Oké, next one. En dit is net even wat cooler. En dat vind ik ook leuk. Je ziet dus heel duidelijk al warmere tinten, koelere tinten. Dus er is echt aan iedereen gedacht. Oh my god. Is het echt zo dat ik letterlijk elke kleur mooi ga vinden? Dat is zo saai. Ik vind het zo een mooie kleur. Trouwens, ze dekken allemaal heel mooi. Ze voelen lekker op de lippen. Dus ik ben echt heel erg blij. Deze zal ik ook zo dragen. Ik denk dat het ook best wel leuk staat met mijn lookje van vandaag. Ook al is het best wel een coole kleur. Ik vind het echt heel erg leuk. Natuurlijk, zoals ik net ook al zei, dit is geen nude meer voor mij. Maar voor iemand anders kan het natuurlijk wel een nude zijn. Ik ben wel benieuwd welke lipstick zometeen mijn favoriet gaat worden. Want
Ik heb geen idee. Ik zou jullie even laten zien hoe gepigmenteerd het is. Dus dit wordt dan één streepje. En dit is hoeveel kleur er vanaf komt. Dus het is gewoon prima. Oh jongens, deze vind ik ook weer zo mooi. Misschien is dit wel mijn favoriet van vandaag. Tenminste, het is misschien nog iets te vroeg om dat te zeggen. Ik had wel verwacht dat alle kleuren wat meer bruin zouden zijn. Maar dit is bijvoorbeeld ook weer wat meer roze en paarsachtig. Dus het is niet per se heel erg bruin. En dat is wel wat ik in eerste instantie had verwacht. Al helemaal toen ik de verpakking zag. Ja, ik denk toch dat dit dan de eerste kleur is die ik niet mooi vind bij mezelf. Even kijken, moet even de naam onthouden voor mezelf. Dat ik deze niet ga pakken. Ik vind hem mij een beetje doodmaken. Mag ik dat zeggen? Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel mijn leven uit mijn gezicht gewoon weggetrokken wordt door de lipstick. En dat vind ik heel erg jammer. Dus dit is dan mijn eerste dislike. En ook als ik zo goed kijk, dan zie ik wel nog heel veel van mijn eigen lippen doorheen. Maar dat kan ermee te maken hebben, is dat mijn lippen nu al best wel gevoelig zijn en best wel rood. Vandaar dat ze ja, wat roder zijn dan normaal. Dus ik durf niet echt helemaal te zeggen of dat aan de lipstick ligt of aan mezelf. Maar ik zie in ieder geval wel veel meer van mijn lippen doorheen dan met de andere kleuren. Oké, next one. En ik ben mega excited voor deze. Want dit ziet er echt uit als zo'n super mooie frambozenkleur. Natuurlijk helemaal niet nude. Maar ik vind frambozenkleuren altijd heel erg mooi. Oh, jongens. Oh, dit vind ik zo mooi. Oh, 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 wat vind ik deze mooi. Oh, dit is mijn favoriet. Ik weet het zeker, dit is mijn favoriet. Oh my god. Oké, next one. En vanaf hier gaat het echt de donkere kant op. En dit is een hele mooie donkerbruine kleur. Het is wel een warme kleur en ik zie ook iets van rood. Mijn beschrijvingen van kleuren zijn altijd echt on point. Deze kleur is echt zo'n kleur van, ik doe hem op en dan zet ik mijn muts op en dan ga ik pumpkin spice latte halen. In ieder geval, ik vind hem heel erg herfstig. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Perfect voor de herfst. Oké, we hebben nog 3 kleuren te gaan en dit lijkt wel echt gewoon bruin. Ik zie geen ondertoon. Het is gewoon een bruine kleur. Geen rood, geen paars, bruin. Ik heb wel iets geleerd. Is dat ik heel erg van bruine lipsticks hou, maar ze moeten wel een beetje roodachtig zijn. En dit is voor mij gewoon te bruin. Ik weet niet, ik vind mezelf er niet per se beter op worden ofzo. Ik vind het best wel cool overkomen. Wordt een beetje saai in mijn gezicht. Dus ik hou er niet zo van. Dit is echt een super donkerbruine kleur. Het ziet er echt bijna uit als chocola. Het ruikt niet naar chocola, maar ik wil echt zo, weet je wel? Nee? Oké. Oh, jongens, wat een mooie volle kleur. Volle kleur? Het is in ieder geval warm, aanwezig, dekt mega mooi. Dus ik vind het echt een super mooie kleur. Alleen ik vind hem echt mij totaal niet staan. Dus ik zou dit ook niet dragen. Ik denk dat deze lipkleur super mooi zal staan als je wat getinter bent. Sowieso, ja, iedereen is getinter dan ik. Maar als je ja, wat meer een kleurtje hebt, ik denk dat dat echt super mooi zal staan. En de laatste kleur, ik ben heel erg benieuwd. Oeh, wow. Deze is echt super, super donkerbruin. Dit is meer pure chocolabruin. Oh, hè? Het lijkt ineens een beetje paars. Oké, het lukt me niet om de kleur mooi egaal te krijgen. Ik moet zeggen, ik heb dat heel vaak met donkere lipsticks. Vooral als er iets van een paarse kleur doorheen zit. Die kleuren zijn bij mij altijd vlekkerig. Ik weet niet waar het aan ligt. Geen idee. Ik denk wel dat als je lippen van jezelf al donkerder zijn dan die van mij, dat je dit probleem niet zal hebben. Gaat bij mij ook echt heel snel weg aan de binnenkant. Anyways, dit is niet echt een kleur voor mij die ik zal dragen. Ik vind hem ook niet mooi staan, maar ik vind hem ook niet mooi dekken bij mij. Dus dit is voor mij een no-no. Goed, ik ga deze kleur even eraf halen en even een andere kleur er mooi op doen. En die ga ik voor een paar uur ophouden en dan kom ik weer bij jullie terug. Oh jongens, ik wou net mijn lipstick opnieuw gaan doen en ik dacht,
Ik wil er eventjes naar kijken. Wow, wat zie ik er trouwens verwilderd uit. Ik ga zo de deur uit. En dit is zeg maar de eerste keer dat ik mezelf in een paar uur weer in de spiegel zie. Het is trouwens zo fel hier. Met die lampen echt. Hou op met mij. Alleen nu kijk ik zo naar mezelf. En eigenlijk vind ik dat letterlijk alles aan mijn hoofd wel bijgewerkt kan worden. Behalve mijn lipstick. Oké, aan de binnenkant is die er wat meer af. Ik kom heel even dichterbij. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar de lipstick is aan de binnenkant wel wat eraf. Maar verder is vooral mijn foundation aan het glimmen en moet mijn haar echt geborsteld worden. Ik zal hem nu wel even bijwerken. Ik heb trouwens uiteindelijk voor de kleur No Diktat. Diktat, wat betekent dat überhaupt? Gekozen. Dat was de kleur die ik vandaag gedragen heb. Maar goed, ik heb gegeten, gedronken, van alles gedaan. En ik vind echt dat die heel erg mooi is blijven zitten. Hij vervaagt in ieder geval heel erg mooi. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Ik moet nu echt de rest van mijn make-up gaan fixen. Want ik ga zo de deur uit. Jongens, ik ben in ieder geval heel erg blij met de lipsticks. Echt, echt heel erg blij. De kleuren, met de formule, hoe het voelt, hoe het blijft zitten. En ook hoe het soort van afgaat. Het gaat af op een hele natuurlijke manier, niet echt met vlekken. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ik heb even op internet gekeken van wat kost het nou? En ik weet het nou eigenlijk niet precies. Ik zag echt prijzen tussen 8 en 15 euro. Dus ergens daartussen, dat is de prijs. Anyways jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!